De laatste les elektriciteit, dat is de laatste stof van Peter Duifhuis voor de Hogeschool Utrecht. En we gaan het hebben over de wet van Lenz en toepassingen daarvan. Over generatoren, dus hoe maak je elektriciteit, en over transformatoren. Dus, en dat gaat over hoe maak je van een spanning een andere spanning. Wat we veel gebruiken bij het... opladen van onze telefoons. Dus je ziet dat in. Oké. Toepassingen van de wet van Lenz dan. Daarvoor gaan we hier naartoe. We moeten natuurlijk nog even herhalen wat de wet van Lenz was. En die is er... als er door een spoel of door een kring een... veranderend magneetveld is, dus een veranderende magnetische flux, dan is de induced EMF, oftewel de geïnduceerde spanning, die zorgt zelf weer voor een magnetisch veld dat in tegengestelde richting is. Dus de polarity opposes. Dus de stroom is zo gericht dat het de verandering tegengaat. En hoe je dan die richting vindt, kun je met behulp van de rechterhandregel, de tweede rechterhandregel, vinden. Nou. Een voorbeeld daarvan is als je een microfoon hebt, en een voorbeeld van een toepassing is als je een microfoon hebt. Er zijn verschillende manieren waarop je die kan bouwen, maar de kern van zo'n microfoon is dat je een magneetveld hebt wat verandert in een spoel. Hier doen ze dat doordat de spoel vastzit aan een diaphragm. Dat is iets wat meetrilt met de lucht. En dat beweegt rondom een magneet. En daardoor ontstaat er een klein inductiestroompje wat heen en weer gaat. Het heen en weer gaat met de trillingen van de lucht. En dat is eigenlijk alweer genoeg om een luidspreker in beweging te brengen. Die dan weer de lucht laat trillen. Alleen levert dit systeem heel weinig vermogen. Dus moet je dat nog versterken. Naar de amplifier staat daarom daar. Een wat ouder, of nou, dit is misschien trouwens een veel ouder principe dan het cassettebandje, maar een cassettebandje, nou, ik gebruik ze niet zo heel veel meer, maar ze bestaan nog wel en ze doen het ook nog wel. Wat daarin, het principe daarvan is dat op deze tape hier zo wordt, die wordt gemagnetiseerd. Hele kleine domeintjes worden in een bepaalde richting gemagnetiseerd. En die lees je door er met een soort van hoefijzer, een ijzeren hoefijzer, langs te gaan. En bij wisselingen van Noord-Zuid, Zuid-Noord ontstaat er dan een veranderend magneetveld in de spoel die hier rondom dat ijzeren kerntje zit. En dat gaat dan ook wederom naar de versterker. Dus zo kun je een signaal van een magnetisch tapeje aflezen. Een derde voorbeeld is een gitaar. Die gitaar die is van een materiaal dat magnetiseerbaar is. Dus ferromagnetisch, zoals we in filmpjes hebben kunnen zien. En als die in de buurt wordt gebracht bij een permanente magneet in een spoel, dan verandert de sterkte van die permanente magneet. Die heeft invloed op elkaar. Als je daar magneet bij in de buurt brengt, dan wordt dat magnetisch veld sterker. En als die dan weer naar boven gaat, wordt het zwakker, sterker, zwakker, sterker, wordt het zwakker. Eigenlijk gaat het niet zozeer om dat deze permanente magneet sterker wordt, maar dat het magneetveld door die spoel sterker of minder sterk wordt. En dat wordt wederom versterkt. En zo kun je hele kleine trillingen, of hele snelle trillingen bedoel ik, goed registreren en versterken. Dus dat over toepassingen van de wet van Lenz, die dus gaat over als je een wisselend magneetveld in een spoel hebt, dan ontstaat er een wisselstroom in die spoel. En de wet van Lenz geeft ook nog aan welke richting dan. Oké, dus dat over paragraaf 22.6. Dan gaan we naar 22.7 over de generator. Nou, hiernaast een plaatje van een generator. Het is eigenlijk niks anders dan een aangedreven as. Die zorgt voor een... aan die as vast zit in dit plaatje een heel simpel draadraam.
Dus het is een hele eenvoudige voorstelling met maar één draad. Nou, die zit vast op aan twee contactpunten, waarbij als dat draadraam draait, het nog steeds contact maakt. Nou, wat gebeurt er? Die draaiende as, die aangedreven draaiende as, dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn het dingetje wat zo langs het topje van je dynamo, wat langs je band draait. Of het kan zijn dat er iets vast zit aan een turbine waar stoom doorheen gaat. Dat is het werkend principe van een een kolencentrale. Als je een centrale hebt die op waterkracht draait, dan heb je ook een turbine die door stromend water draaiend wordt gebracht. Nou, die draaiing, die zorgt voor, daar zit een as aan vast, die zorgt voor een bewegende draad, of een bewegend draadraam, of een bewegende spoel, mag je zelf zeggen, in een magnetisch veld. Nou, als er een bewegende draad in een magnetisch veld is, dan wordt er een Lorentzkracht uitgeoefend op die vrije ladingen in die draad. En die zorgen dan weer voor stroom met z'n allen samen. En uiteindelijk zorgt die stroom, als er een stroom loopt hier, weer voor een tegenwerkende Lorentzkracht. Dus daar komen we straks op terug. Laten we eerst eens kijken naar hoe groot dan dat elektromagnetisch veld is. Nou, hier zie je al iets van wat we straks gaan bekijken. Dit is een bekende formule, die hebben we in paragraaf 1 gehad. Dit geeft de inductiespanning in een bepaalde lengte, dus in een draad met een bepaalde lengte in een magneetveld met een bepaalde snelheid. En die snelheid hier, die is loodrecht op het magneetveld gekozen. Dus als we dat hier zo zien in dit plaatje, dan is V loodrecht, is dit stukje, V loodrecht. En je kan ook wel beredeneren, dat gaan we nu niet allemaal doen, maar je kan ook nagaan dat die V loodrecht, eerst maar eens even BL opschrijven, te schrijven is als de V keer sinus theta. Sinus theta is immers overstaand gedeeld door schuine zijde. Dus dit mag je ook schrijven als de snelheid maal sinus theta. Waarbij theta de hoek tussen het magneetveld is en de snelheid. Oké. Aangezien we te maken hier hebben met een draadraam met twee, de stroom gaat rond, dus er zijn twee draden waarin er een inductiespanning wordt opgewekt. En we kijken niet naar de horizontale draadramen, omdat daar de Lorentzkracht niet bijdraagt aan de stroom. Maar aangezien we hier te maken hebben met die twee horizontale draden, kunnen we ook zeggen dat de totale inductiespanning 2BLV sinus theta is. En als we te maken hebben met een spoel, dit komt door dat het een draadraam is, waarbij er twee keer, dus hier eentje en hier een draad die bijdragen aan die inductiestroom. En we kunnen ook te maken hebben met een spoel met n wikkelingen. En dan wordt de inductiespanning 2nBLV sinus theta. Want elke extra wikkeling die draagt gewoon ook weer evenveel bij. Nu gaan we een uitstapje maken tussendoor. Want we willen eigenlijk toe naar een beschrijving van de inductiestroom in de tijd. Hè? Want je kan je voorstellen dat die snelheid, hij draait steeds rondjes. En we willen eigenlijk gewoon op een bepaald tijdstip weten hoe groot die snelheid, of hoe groot die inductiestroom dan is. En dan kunnen we, als we dat dan weten, dan kunnen we ook zien hoe dat verloop van die inductiestroom er in de tijd uitziet. Dus wat er uit het stopcontact komt, of wat er uit je dynamo komt. Nou, daarvoor een klein intermezzo. En dat kleine intermezzo, dat gaat over
de verandering van die hoek. Nou, die hoek die verandert door de tijd. In het begin is die bijvoorbeeld 0 graden en even later is die 10 graden, 20 graden. Nou, die de snelheid waarmee die hoek verandert in de tijd, dat noemen we de hoeksnelheid. Omega. En die omega, dus een kleine letter omega, we kennen ook de hoofdletter omega van weerstand, die is de hoeksnelheid in. Nou, je zou misschien denken, we meten de hoek in graden, maar we meten, als we omega gebruiken, dan meten we dat in radialen per seconde. Dan is de, een totale omwenteling is dan niet 360 graden, maar 2 pi graden. Nu kunnen we die snelheid ook schrijven als, nou, dat is 1 omwenteling. Gedeeld door de tijd van 1 omwenteling. Oh, een beetje raar g geworden, maar je snapt het wel. En we kunnen zeggen, omdat het een, als het een rondje draait, dan is die omwenteling is 2 pi keer de straal van die omwenteling. En de tijd van 1 omwenteling is de trillingstijd. En de trillingstijd is weer 1 gedeeld door f. Dus ik mag ook zeggen 2 pi maal f in plaats van delen door t keer r is de snelheid van zo'n omwenteling. Nou, even kijken. Die r, die straal van zo'n omwenteling, dat is deze afstand. Dus we zeggen r is w, maar dan daar de helft van. Dus we kunnen hiervan maken. Dit is w gedeeld door 2. En 2 pi keer de frequentie, dat is eigenlijk een volledige omwenteling keer het aantal keer dat het per seconde omwentelt. En dat is niets anders dan de hoeksnelheid, namelijk het aantal omwentelingen per seconde. Dus we mogen die snelheid mogen we schrijven als v is omega maal w gedeeld door 2. Nou, dan hebben we even zien. Dan hebben we n theta geschreven als iets van hoe snel het draait en de snelheid waarmee het daadwerkelijk door het magneetveld draait, waarmee het elektriciteitsdraadje door het magneetveld draait, hebben we ook geschreven als een functie van omega of als een formule met omega aan de andere kant. Dus dit is alleen maar herschrijven. En als je die hoeksnelheid nou lastig vindt, dan kun je in het boek dat terugvinden. En dat zou zijn in. Nou, zou dat zijn? Het gaat over draaien, de bewegingen en zo. Trillingen. Ik weet dat hoofdstuk 10 daarover gaat. Kinematics. One dimension, two dimensions. En hoofdstuk 5 over circular motion. Dus als je daar moeite mee hebt, kun je dat nog terugzoeken in hoofdstuk 10 en hoofdstuk 5. Het hoort ook bij HAVO-stof, dus als het goed is heb je dit al eerder gezien. Nou, als we dit nou gaan invullen, ik moet het even, ga het even weghalen, want anders heb ik zo meteen geen ruimte meer. Zo, even weggehaald. Het staat er nog een beetje slordig, maar waar het om ging is dat we theta herschrijven tot omega keer t en dat we v herschrijven tot omega keer w gedeeld door 2, waarbij w de breedte is van mijn draadraam. Dit mag ook weg. Zo.
Nou, dat kunnen we dan mooi invullen in de formule die we al eerder hadden. Wat krijgen we dan? De inductiespanning is 2 keer N keer B keer L. En dit wordt dan W gedeeld door 2. Oh, W gedeeld door 2, maar dan moet ik ook de omega meenemen. Hè, de soort van kromme W. En dan sinus omega T. Oké. Wat misschien opvalt is dat we hier L en W hebben. Dus L keer W. En we hebben hier 2 en 2. Nou, die 2 en 2, dat is wel heel makkelijk. Die kunnen we gewoon wegstrepen. En L maal W, daarvan kunnen we ook zeggen L keer W, dat is de oppervlakte van mijn draadraam of spoel. Dus we kunnen ook verder gaan en zeggen de inductiespanning is N B W keer L wordt A omega sinus omega T. Nou, dan hebben we hier het gedeelte dat verandert in de tijd, hè? Dat is dat draaien. Ja, dus dit zegt, die omega zegt iets over hoe groot dat allemaal, hoe groot die, ja, over hoe snel het verandert. En dit geeft aan hoe groot de maximale spanning wordt. Dus we kunnen dit ook schrijven als epsilon of epsilon 0, de maximale inductiespanning. En dan kunnen we alles, kunnen we dit wat korter opschrijven. Dit is niet meer, dit is niet een ingewikkeldere formule of wat dan ook. Dit is alleen maar korter opgeschreven waarbij die E0 NBA omega is. Dus de maximale inductiespanning. Oké, dan willen we misschien zien hoe dat inderdaad, hoe dat dan verloopt in de tijd. Nou, eens even kijken of ik daar een net grafiekje van kan tekenen. We hebben een sinus. En die sinus die gaat tot het maximale epsilon 0. Dus die gaat dan ongeveer zoiets. Hè? En dan gaat hij naar beneden. En dan gaat hij zo hier omhoog. Etcetera. Dus dit is de wisselspanning. Het verloop van de wisselspanning in de tijd. Waarbij je ook nog kan zeggen. Eens even zien. Dat de tijd van hier tot hier, hè, dan heb ik één volledige trilling doorgemaakt. Dit is dan de tijd van één trilling. Oké. Dus dat is de formule waarmee je de inductiespanning door of in een generator op een bepaald tijdstip zou kunnen uitrekenen. Goed. Ik had al beloofd dat er nog een laatste stap was. Hè. We hadden dus een aangedreven as die zorgt voor een bewegende draad en magnetisch veld, waardoor er een Lorentzkracht op de ladingen komt en die zorgen voor stroom. En die zorgt weer voor een tegenwerkende Lorentzkracht. Dus die eerste Lorentzkracht op de vrije ladingen, die kun je hier zien. Het magneetveld. Even kijken hoor, of ik dat goed kan tekenen. Het magneetveld, dat wijst deze kant op. De snelheid hier, die is het papier uit. Hè. Dit komt zo naar voren toe. Zoals we ook in deze tekening hebben. Er is een component van de snelheid naar voren toe. Dus die component zijn we nu in geïnteresseerd. Dus dat betekent dat ik mijn duim zo deze kant op teken. Nou, nu is het de rechterhand. Niet de linkerhand, maar de rechterhand. En dat betekent dat de muis van mijn hand, of de handpalm moet ik eigenlijk zeggen, de muis van mijn hand. De handpalm, dat die zo naar boven wijst. Zo. Dat is wel een beetje, denk ik zo. Dus dat de Lorentzkracht omhoog wijst. Dus dit is de Lorentzkracht die zorgt voor de uh,
dit is het magneetveld. Dit is de Lorentzkracht die zorgt voor de stroom die er gaat lopen in die spoel. En die is inderdaad hier vanzelfde richting als de stroomsterkte daar. Dus deze snelheid is de V-loodrecht. En dat wordt, zorgt dus voor. Dat is dus deze Lorentzkracht die zorgt voor de stroom. Nou, die stroom die zorgt er weer voor dat er een tegenwerkende Lorentzkracht is. En dat gaan we nu zien. Het wordt in het boek counter torque genoemd, oftewel een tegenwerkend moment. Nou, dat is als er een kracht is en een arm, oftewel een draaipunt en daar een afstand. Die kracht heeft een bepaalde afstand tot dat draaipunt. Dan hebben we het over een arm, oftewel die kracht keer die arm is een moment. Dus hier torque, daarmee wordt bedoeld het moment, tegenwerkend moment. Nou, dan kunnen we verklaren dat dat er is. We hebben hier namelijk nog een keer die rechterhandregel. En hier hebben we een hand die in de richting van het magneetveld werkt. En nu nemen we als voor de duim niet de draaiing van het draadraam, maar nemen we de stroom die veroorzaakt is door de draaiing van het draadraam. En dan krijgen we een Lorentzkracht die het papier inwerkt, die dus tegenwerkt aan de draaiing. En dat zouden we in deze figuur zo kunnen tekenen. Hier is dan wat duidelijker plaatje van boven. En hier zie je dat die Lorentzkracht precies loodrecht op het magneetveld is. En die zorgt er dus voor dat als er daadwerkelijk een stroom loopt in een generator, dat er een tegenwerkende kracht werkt en die zorgt er ook voor dat die generator niet. Ja, of dat is eigenlijk de belasting op die generator. Die. Ik moet het even anders zeggen. We hebben een generator. Als die generator. Als er geen. Als er niks op aangesloten is. Dus je hebt bijvoorbeeld een dynamo op je fiets en je zet daar. Je zet je lampje niet aan. Dus je knipt hem gewoon los, laat het zo zeggen. Dan gaat er alleen maar, dan zal er zal de stroom gaan lopen daarin. Maar die stroom die houdt op een gegeven moment op, omdat er een groot spanningsverschil is veroorzaakt. En dan kan die stroom nergens meer naartoe. Als je een gesloten stroomkring hebt, dan gaat de stroom rondlopen. Gaat heen en weer lopen. En als die stroom heen en weer gaat lopen, dan kan er een tegengesteld moment ontstaan of een tegengestelde Lorentzkracht. Dat is deze. Als er geen stroom kan lopen, heb je ook minder tegenwerkende kracht. Dat betekent dat als je een dynamo hebt, nou je voelt sowieso wrijving, maar laten we zeggen dat die wrijving heel laag is en je gaat die dynamo aandraaien met je hand, dan is er, als je hem niet belast, oftewel de stroomkring is open, hij is nergens op aangesloten, dan zal die veel soepeler draaien dan wanneer je hem wel belast, dus er een lampje op aansluit of wat dan ook, dan zul je merken dat je meer kracht nodig hebt, meer energie nodig hebt om hem draaiende te houden. En dat is precies de energie die in het lampje wordt omgezet in licht. Dus het is ook eigenlijk niet zo raar. Dus als er inderdaad een stroom gaat lopen, omdat er een gesloten stroomkring is. Nou, in dit plaatje is dat een beetje gek getekend, want hier is helemaal geen gesloten stroomkring. Maar goed, als dat wel zo is, dan zul je een tegenwerkende Lorentzkracht hebben. En hoe groter de stroom die gaat lopen, dus hoe meer je je generator of dynamo belast, hoe meer apparaten je erop aansluit in parallel, zodat er meer stroom kan gaan lopen, hoe groter ook de tegenwerkende kracht is. Dus hoe meer kracht je nodig hebt om je dynamo ook draaiende te houden. Eigenlijk is het heel logisch. Oké, gaan we naar het laatste stukje stof. Het ene laatste stukje stof. Zo hebben we gezien dat, dat je een kracht nodig hebt om een dynamo in beweging te krijgen. Dan krijg je elektrische energie, maar als er een elektrische stroom loopt in je dynamo, heb je ook een tegenwerkende kracht. Nou, zo heb je ook de elektromotor. Daarbij gebruik je juist een wisselspanning om beweging te krijgen, maar die wissel je hebt dus een wisselspanning om je dynamo in beweging te krijgen, maar als, of je motor in beweging te krijgen, maar als die motor in beweging is, dan heb je een
veranderend magneetveld door de spoel van die motor, waardoor er een tegenflux ontstaat en daar ook een bijbehorende wisselspanning die tegenwerkt. En dat wordt het back EMF in het Engels genoemd, of de counter EMF. Oftewel, als je je motor, als die gaat draaien, dan je zet een bepaalde spanning op je motor, dan gaat die spoel gaat in het magneetveld ronddraaien. En doordat die spoel in het magneetveld ronddraait, gaat daar een, dat er een spoel is die een wisselend magneetveld ervaart, ontstaat er een tegenflux die precies tegengesteld is als de spanning waarmee je dat ding helemaal in draaiing brengt. En ook dat is eigenlijk wel logisch, want anders zou die steeds harder draaien en harder draaien en harder draaien en zou het niks kosten. Nou, als je dat dan analyseert, zeg maar, wat er gebeurt daar dan in een motor, dan kan je dat als volgt tekenen. Je hebt hier de spanningsbron waarmee je hem aan draait. En die spanningsbron, dat is een wisselspanning, maar op een bepaald tijdstip kun je zeggen, hier is die positief, hier negatief. En dan op dat tijdstip is de stroom die kant op. Nou, dan gaat die motor van draaien. Nou, die motor zelf, daar zit een spoel in en die spoel heeft een bepaalde weerstand. Die weerstand is typisch niet groot, maar die is er wel. En er is dus het verschijnsel van die tegenwerkende, die back EMF, die geïnduceerde tegenspanning die ik net genoemd heb. En we kunnen met behulp van die loop rule die we eerder hebben gezien van Kirchhoff dan ook ook vinden hoe groot nou die stroom is door zo'n motor als er een aantal dingen bekend zijn. Nou, laten we zeggen dat we, stel dat je weet wat de back EMF is, dat die gegeven is, en je weet de spanning die erop gezet wordt en je weet de interne weerstand van die motor, dus van de spoeltjes, dan zou je kunnen uitrekenen hoe groot de stroomsterkte is. Nou, hoe doen we dat dan? Kirchhoff, hè? Dus laten we dit als de grootste spanningsbron kiezen. Die zal niet groter zijn dan de geïnduceerde tegenspanning, want dan levert je motor energie. Dus dan gaan we hiermee kiezen de stroomrichting. Nou, dat is al voor ons gedaan. Dan komen we hier een weerstand tegen. Dan moeten we gaan labelen. Dit is plus. En hier min, hè, want het is spanningsverlies. Hier zijn al plus min neergezet. Dus dan kunnen we zeggen, nou, wat gaat er omhoog? Dat is alleen die wisselspanning. Die is aangegeven met de hoofdletter V. Wat gaat er omlaag? Dat is I maal R. Oh, ik zei niet een B, maar R. Nou ja, R. En wat gaat er nog meer omlaag? Dat is die zogeheten back EMF, oftewel de geïnduceerde tegenspanning. Nou, ik had gezegd, als je de stroomsterkte dan wil weten, hoe reken je dat dan uit? Je kan zeggen I maal R. Nou, die R, jongen. R is V, dus de aandrijfspanning, min de inductiespanning. En dan kunnen we ook zeggen, we gaan beide kanten delen door R. De stroomsterkte die er loopt is V min E gedeeld door R. En dit is zoals het boek hem geeft. Ja? Ja. Dus de back EMF of geïnduceerde tegenspanning die is E. En die wordt dus veroorzaakt door draaiing in die, van die motor. Dus daar kun je wat dingen mee bedenken. Stel nou dat die motor nog niet draait, dat je hem aanzet. Nou, dan is in het begin is die spanning die er overheen gaat, die is natuurlijk gewoon de spanning waarmee je hem aanzet. Maar de back EMF, oftewel de geïnduceerde tegenspanning, die is bij het begin, als die motor nog vanuit stilstand moet gaan draaien, is nog nul. Dus is de stroom die er loopt, is alleen de spanning gedeeld door de interne weerstand van die motor. En die is dus typisch laag. Dus in het begin is de stroomsterkte heel hoog. Totdat die echt helemaal aan het draaien is. En dan is er een hogere geïnduceerde tegenspanning. En dan neemt die stroomsterkte dus heel erg af. Dus als je een motor aanzet, dan zal die in het begin meer stroomsterkte trekken. Totdat die op een bepaalde draaisnelheid is gekomen.
En evenzo, als je een motor belast, dus als je een tegenkracht hebt, bijvoorbeeld je hebt een radiografisch bestuurbaar autootje en hij rijdt door een modder of door de modder of door een zandbak of wat dan ook, dan gaan die wielen kunnen minder makkelijk draaien, waardoor die ook meer stroom gaat lopen door die motor. En die motor dus ook heter wordt, want al die energie wordt dan, die stroom door die kleine weerstand, die zorgt ervoor dat die spoelen heel warm worden. Dus zo op die manier kun je beredeneren wanneer de stroomsterkte door een motor groot of juist klein is. Oké. Dan gaan we naar de laatste paragraaf. Zoals beloofd, transformatoren. Ook als het goed is, een herhaling van voorkennis. En we gaan ook niet heel veel dieper erop in dan we op de middelbare school hebben gedaan. Het principe van een transformator is dat je een spoel wikkelt. En daar een wisselspanning overheen zet. En dat je dan een tweede spoel. Het magneetveld wat die eerste spoel opwekt, laat oppikken. En dat is hier gedaan door een ijzeren kern helemaal rond te maken. En dan kunnen die dat magneetveld kan daar makkelijk doorheen en weer gaan. En dan heb je dus hier dat er in die tweede spoel veel van het magneetveld wordt opgepikt. En even zien. Als we ervan uitgaan, van een ideale transformator zouden we kunnen zeggen van, het magneetveld wat hier heen en weer gaat is precies even groot als wat er hier heen en weer gaat. Dat is natuurlijk niet echt zo, maar dat zou kunnen. Nou, wat hebben we hier als voorbeeld gegeven? Een AC-generator, dus dat zou bijvoorbeeld het stopcontact kunnen zijn. Die gaat via een transformator, zorgt die voor een hogere spanning hier voor de beeldbuis, een ouderwetse beeldbuis van die televisie. Ja, daar moeten elektronen afgevuurd worden op een scherm, daar heb je een hoge spanning voor nodig. Dus dat is het principe van de transformator, maar dan hebben we nog niet echt gezien wat dat nou voor nut kan hebben. Nou, dat nut is transformeert de spanning, dus het kan van een lage spanning een hoge spanning maken, of vice versa, het kan ook van een hoge spanning een lage spanning maken. En hoe werkt dat nou? Nou, zoals eerder gezegd, kunnen we ervan uitgaan, hè, dat is een aanname van een ideale transformator, dat de fluxverandering dat die in beide gevallen gelijk is. Dus door de eerste spoel is de fluxverandering gelijk aan de fluxverandering in de tweede spoel. Dus als we dit nou secondary noemen en dit nou primary, dan zeggen we die is gelijk. Oké. Okay. Nou, wat weten we nog meer? We hebben de wet van Faraday al eerder gehad. We kunnen zeggen de inductiespanning in de primaire spoel is min het aantal windingen van die spoel en dan de keer de fluxverandering. Deze wet hebben we eerder gehad. We kunnen ook zeggen voor de secundaire spoel is geldt eigenlijk diezelfde wet. Delta V gedeeld door delta T. Dit is de secundaire spoel, dus die heeft daarvoor geldt het aantal windingen in de secundaire spoel. En hier gaat het om het aantal windingen in de primaire spoel. Oké, nou, als die fluxverandering voor allebei gelijk is, dan kun je deze formule opnieuw, kun je dit anders opschrijven. Je kan zeggen delta flux is in beide gevallen, dat de flux delta t is in beide gevallen gelijk. Dus met een beetje herschrijven kunnen we dan zeggen die inductiespanning van de primaire spoel gedeeld door NP is die fluxverandering is gelijk aan min ES gedeeld door NS. En dit is, dus die twee zijn gelijk aan elkaar. De inductiespanning gedeeld door het aantal windingen is gelijk aan de inductiespanning gedeeld door het aantal windingen. Als we dit nog weer wat herschrijven, dan komen we op. En het minteken staat aan beide kanten, dus dat kan ik ook weglaten. En als ik nou wat kruislinks vermenigvuldig, dan kan ik zeggen
de secundaire spanning gedeeld door de primaire spanning is het aantal windingen in de secundaire spoel gedeeld door het aantal windingen in de primaire spoel. Nou, vaak wordt er een verwaarlozing gemaakt, namelijk dat de weerstand in die spoelen dat die zo klein is dat eigenlijk die inductiespanning gelijk is aan die epsilon primair is eigenlijk de back EMF die we al tegengekomen zijn eerder. Maar als we zeggen dat die weerstand zo klein is dat deze spanning gelijk is aan de inductiespanning hier, hè, die veroorzaakt wordt door de wet van Lenz, dan kunnen we zeggen dat dit gelijk is aan de spanning die daarop gezet wordt. En evenzo zeggen we van nou, de spanning die hier aan de buitenkant zit van deze secundaire spoel, die is gelijk aan de inductiespanning daarop. Dus dit is een verwaarlozing waarbij we zeggen van nou, de weerstand van die spoelen is zo klein dat we die gelijk aan elkaar stellen. En dit is dan de formule, of een belangrijke formule die aangeeft dat je met dat die verhouding tussen die spanningen, dat die gelijk is aan de verhouding tussen het aantal windingen. Dus je kan bijvoorbeeld een spanning van 10 volt met 10 windingen, als ik nou die wil optransformeren, dus een grotere spanning wil hebben, dan kan ik bijvoorbeeld hier 30 windingen in de secundaire spoel doen. En dan wordt dit 30 volt. Dus dat is het hele idee van de transformator. Nou, zo'n transformator werkt alleen met fluxverandering. En daarom werkt een transformator alleen maar met wisselspanning. En dat is ook een van de redenen waarom we met wisselspanning werken. Want dan kunnen we zo makkelijk spanningen groter of kleiner maken. Nou, nu lijkt het alsof we een soort van gratis energie erbij hebben gekregen. Want spanning is immers energie per lading. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat dit een manier is om veel meer energie aan de uitgang te krijgen dan dat we erin stoppen. Sterker nog, we gaan ervan uit dat er geen energiewinst is. En dan kunnen we zeggen dat dat kunnen we zo opschrijven. Het vermogen van de primaire spoel is gelijk aan het vermogen van de secundaire spoel. En het vermogen van de primaire spoel kunnen we ook schrijven als de spanning op de primaire spoel maal de stroomsterkte op de primaire spoel. En dat is gelijk aan de vermenigvuldiging van de spanning aan de secundaire spoel maal de stroomsterkte door de secundaire spoel. Dus je ziet hier dat als de spanning bijvoorbeeld van de secundaire spoel veel groter wordt, dan moet de stroomsterkte veel kleiner worden. Oké, nou wat dan? Dit kunnen we ook weer herschrijven. We hadden al Vs gedeeld door Vp is Ns gedeeld door Np. Nou, als we Vs delen door Vp, dus we delen het hier door Vp, en willen die IS weg hebben, dan moeten we IP delen door IS. Dus dit is hetzelfde als IP gedeeld door IS. Dus de verhouding van stroomsterktes, die is andersom. Oké. Dus dit is weer een belangrijke uitbreiding eigenlijk van de formule. Waarbij dit nieuw is. Goed, wat is nou een toepassing van die transformatoren, behalve dan dat je verschillende spanningen kan maken? Hop, als je het wordt gebruikt bij, en dat zul je weten, hoogspanningsleidingen. Met hoogspanningsleidingen in het landschap kun je spanningen of energie eigenlijk verplaatsen, of eigenlijk, nou ja, goed, die dat er elektriciteitsdraden lopen waar je energie door kan verplaatsen, dat werkt ook zonder transformator. Maar als je een spanning heel hoog maakt, dan is er eigenlijk veel minder stroomsterkte nodig om diezelfde spanning, of datzelfde vermogen naar de andere kant te krijgen. Want immers P, het vermogen, is de spanning maal de stroomsterkte. Nou, als je de spanning heel hoog maakt, gaat er een veel kleinere stroom lopen. En in zo'n transmission line, oftewel in zo'n stroomkabel, daar verlies je
energie, omdat die stroomkabel eigenlijk niks anders is dan een weerstand. En als je nou hier de stroomsterkte laag maakt, dan is het verlies van energie hier lager. Dus stel dat je de grotere spanning gebruikt, dus wat we gebruiken ze hier, 240.000 volt, dan heb je minder stroom nodig en dan is de stroom die hier doorheen loopt en dus ook het verlies van energie dat hier doorheen loopt een stuk kleiner. Oké. Nou, nog even samenvattend. We hebben dus eerder gezien al de Lorentzkracht, dat was het vorige hoofdstuk. En we hebben gezien, dat is dus de kracht op een, wanneer een lading of een stroomdraad door een magneetveld beweegt. En dat hebben we, dat principe hebben we gebruikt bij de elektromotor. We hebben ook de wet van Faraday ontdekt in dit hoofdstuk, vorige les. Die zegt iets over een inductiespanning. Wanneer er een, iets in een magneetveld draait, dat er dan een spanning gaat ontstaan. En de wet van Lenz geeft ons vooral de richting daarvan. Nou, die elektromotor die werkt dus met de Lorentzkracht. En de generator die werkt eigenlijk met de daar gebruiken we de wet van Faraday om die te gebruiken of te begrijpen. Kinetische energie wordt omgezet in elektrische energie en we waren gekomen tot de inductie of een functievoorschrift voor de inductiespanning in de tijd. We waren ook eerder gekomen tot het moment op die elektromotor, dus eigenlijk de soort van draaikracht zou je bijna kunnen zeggen voor die elektromotor. In de, hier is geen functie van de tijd, maar wel een functie van de hoek gegeven. Wat hadden we nog meer gezien? Nou, zo'n generator, een belasting van die generator zorgt voor een tegenmoment. En dat tegenmoment hadden we beredeneerd, ja, dat is ten gevolge van een, of dat is een Lorentzkracht. En zo hebben we ook gezien, een back EMF bij een elektromotor, belasting van die elektromotor, dus het minder snel laten draaien van die elektromotor, zorgt voor een geïnduceerde tegenspanning. En dat is weer de spanning die we met de wet van Faraday kunnen vinden. Goed, dat was het. Doei!